Op vrijdagavond 16 september werd in het Weefhuis de NGN 200 expositie van de fotowedstrijd geopend door wethouder Leuwik. De fotowedstrijd liep van 1 april tot 1 augustus dit jaar en amateurfotografen, woonachtig in Nuenen CA, konden hieraan deelnemen. Eerst moest er nog hard gewerkt worden om alles in gereedheid te brengen. De organisatie was in handen van het IVN en de Dreihornik. De gekozen thema's waren natuur binnen de bebouwde kom, historische gebouwen en iets met het getal 200. Walter Engels hield een openingswoordje. Er gebakken kunstwerken van de cursisten van Paula Grote uit Nederwetten werden er tentoongesteld. Ton Bergman toonde lichtinstrumenten. Ook werd nog eens benadrukt dat het Weefhuis voor culturele evenementen bijzonder geschikt is. Culturele activiteiten. Ik weet dat de vraag al veel vaker is gesteld aan jullie de laatste dagen, maar ik wou hem bij deze nog een keer doen. 200 jaar geleden, bij koninklijk besluit, de gemeente Nederwetten en Eckhart. Die werd gesplitst. Eckhart ging over naar de gemeente Woensel. En Nederwetten ging samen met Nuenen Gerbe. En dat feit, dames en heren, dat is namelijk de herdenking van 200 jaar gemeente Nuenen, Gerwe en Nederwetten. En daarom staan wij bijvoorbeeld vanavond hier op deze plaats in dit mooie weefhuisgebouw. Dankjewel, Roland. En dan wil ik graag nu het woord geven aan Sander. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik kreeg de vraag of ik hier een fototentoonstelling wilde openen, maar ik vermoed dat de organisatie toch iets anders gedacht had in het kader van weefhuis enzovoort. Maar ik ga toch maar doen wat ik hier in principe doen moet. Ik moet iets gaan doen. Jij mag een foto maken van deze groep mensen. Ik ga een panoramafoto maken. Kijk eens snel af. Even kijken of het is gelukt, hè? Nee, niet echt, jongens. Symbolisch is hij geopend. Robert-Jan Hogebrug maakte de uitslag bekend. De jury bestond uit Robert-Jan Hogebrug, Marie-Louise Nijsing en John Geven. Prijs nummer 3, dus ik weet niet of Theo van Vijfwijk aanwezig is. Jazeker. Volgens mij had ik nog niets gezien. Er waren meer dan 200 inzendingen en 45 ervan waren genomineerd. Dan doen we het zo. Alsjeblieft. Ja, zie ik leuk. Ja. Dus ik weet niet of José Vioze Chatour aanwezig is. Ja. En dan is hier eens je prijs. Ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Mede door de originaliteit van de manier om 200 in beeld te brengen, hebben we deze als nummer 1 gecategoriseerd. Dit is Claudia Tinga. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Leuk, verrassend. Ik heb hem nog niet zien hangen, maar... Historische monumenten. Op nummer 3 is een foto van Ton Waas. Zoals je doorhebt, mag je even voor de camera zo. Ja, dat gaan we even doen. Gaan we naar foto of tweede plek. Dus ja, gefeliciteerd met je tweede plek, Theo. Kijk, heb je er twee. Span op zijn rechterhand. Nummer 1. En foto is van Wil Krooijmans. Jo, dat is hem. De laatste categorie. En op de derde plaats is een foto die de kleurintensiteit echt wel spreekt. En dat is een foto met het musje van Henk Heysink. Reuze bedankt. Heel bedankt. Op de tweede plaats Erik Verkooyen.
laatste, wie zou dat zijn? Dat is Rosemarie Sekhamers. Gefeliciteerd. Ja, super tof. Alsjeblieft. Het was inderdaad vroeg.